I'm so happy. I'm so happy because Keith, I got him to do something. I got him to sing with me. Oké, we hebben nu Week gezongen. Althans, Week, dat was ook weer een aanvraag van mezelf. Week. Ja, ik hou van het rocknummer en ik dacht, er moet toch een soort van aparte nummer opkomen. En Week is een van mijn favorietjes. Hi, hier ben ik weer, dag 2 in de studio. En we gaan natuurlijk die prachtige liedjes die jullie me hebben ingezonden, ga ik hier opnemen. Maar vandaag hebben we 2 dingen te doen, want we gaan natuurlijk niet alleen zingen. Ik moet ook nog een plaatje schieten voor die cd-hoes. Ja, moet er natuurlijk ook een beetje oké uitzien. Oké, ik ben nog steeds in de studio, maar ik heb weer een andere pianist. Want ik dacht, bij dit nummer heb ik toch iemand nodig die ik ook erg goed vind spelen en waar ik erg fan van ben. En dat is Mr. Stefan Geuzenbroek. Yay! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Guess who's here, Mr. Quincy! Voor dit nummer wat ik nu ga opnemen, had ik hem nodig. I want him! Dus we gaan nu wat met hem doen. Hey, hey, hey! Ik ben erg blij. Ja, Quincy is het en hij is musical director bij Broederliefde en hij speelt met Shurma Rouse en nog vele anderen en hij is gewoon echt super gaaf. We zijn bij dag 3 opnames van de Piano Ballads Volume 2 en voor deze dag heb ik iemand gevraagd, niemand minder dan mijn grote schat, hij is zo groot, Michiel Borslap! Ja, ik dacht, ik moet hem hebben. Ik moet hem hebben voor wat ik vandaag ga opnemen. Ik kan jullie niet vertellen welk nummer. Maar voor dit nummer moest ik Michiel bellen. Vandaag ben ik weer even in Exalta Studios. Want er worden strijkers opgenomen. Oh, het wordt zo mooi. Ik zat al net al bijna te huilen. Het is niet normaal. Bart is ook helemaal aan het genieten. Onze technicus. En ja, ze bereiden zich nu voor het volgende nummer. Ik ga niet zeggen welk nummer, maar het wordt prachtig. En nu heb ik eigenlijk 2 fantastische mensen gevraagd om koortjes te doen. Mm-hmm. Lodewijk van Gorp, dat is niet normaal. Hij heeft zo'n mooie stem. Zo'n smeltende, heerlijke, warme stem. En dat gaat hij samen met Keith John doen. Want Keith is er nog. Ja, dat is de backing vocal van Stevie Wonder. En die was hier eigenlijk altijd al voor de Ladies of Soul komt hij langs. Maar hij was nu ook voor de Whitney Houston Tribute. Maar hij is hier nu vandaag. En hij gaat morgen weg. En ik dacht, ik wil hem nog even hebben voor een koortje. Dus Lodewijk en Keith zijn nu bezig. Ik ga even stiekem kijken. Even kijken. Ik weet niet of het lukt, maar het is daar heel donker. Even kijken. Ik zie er niet uit, vandaar die zonnebril. Just take her lead out and just let her from that point. Just let her end it. Just let her go. Yeah, of course. Hello, Jackie! Hey, cheers! Hey. Yes! Can I get the kiss and a hug from Lodewijk? I'm gonna go. I was saying that I have a special person in the studio singing nice vocals, nice, soft and smoothie voice. Sorry hoor, ik moet even een knuffeltje geven. Ja, loodje. Echt, ik ben zo blij dat hij er is. Hey, wow. Oké, dan hebben we hem gezien. Oké, en Keith is er ook nog in de building. He cannot leave to the Detroit. We want to keep him here. Oké, en mijn moppie. I'm a hostage. Okay. Help, ma. Bye. Help. Somebody help. Help me, hè? Oké, luister. Ik heb Gigi gekaapt om een liedje mee te zingen. Een koortje. Mm-hmm. Hoe leuk is dat? Maar niemand weet nog welke. Ik ben benieuwd of men gaat raden welk nummer. Ze heel swoel en sexy. Met me mee gaat zingen op de Piano Ballads. Heel zacht, heel soft. Heel soft, sexy, zacht. Ik zie de rekening wel, ja? Mm-hmm.